Dag allemaal, goedenavond. Er is, het zal u niet ontgaan zijn, een nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. Gisteravond is hij gekozen, de 34-jarige Amsterdammer Felix Rottenberg. Heel hartelijk gefeliciteerd. Bedankt. En daarbij hoort een cadeautje. En die heb ik hier. In de traditie van Den Uyl, zal ik maar zeggen. Twee dingen. Een das. Die zou ik niet dragen. Je mag kiezen. Bretels. Bretels, zullen we ze er even uithalen? Deze zijn rooier. Die zijn rooier, maar dat bouw je toch niet meer? Rood? Want ik dacht nog, wij hebben ze met rode rozen. Maar ik dacht nog, je moet er een viltstift bij hebben om al die rode rozen zwart te maken. Of niet? Nee, het is heel ouderwets dit, hè? Ja. Dus dat is goed. Ja, is het goed? Ja. Oké, deze voor jou. Hartelijk bedankt. Geen das? Nee. Nooit een das? Nou, ik heb er 3 inmiddels cadeau gehad. Ja? Ik weet niet eens hoe je zo'n ding aan moet doen. Nee. Is het iets voor Vreeman? Ja, nee, het is veel te breed. Te breed? Die heeft dunne dasjes. Ja. Dunne dasjes? Ja. Nee, die heeft er ook genoeg. Oh, nou, dan niet. Nee, nee, ik vind Bretels vind ik heel mooi. Ja? Bedankt. Oké, goed, Bretels. Je vader zei, toen je je kandidaat stelde, je bent helemaal gek. Je bent volstrekt idioot. Toen nam je gauw een slokje water. Dat je het doet, ben je gek? Nou, hij heeft een heel gezond oordeel over de toestand van de Partij van de Arbeid. Ja. En hij is wat ouder en wijzer. Hij vond het wel een ingewikkelde onderneming. En hij woont de helft van het jaar in Frankrijk, dus... Hij stond in zo'n celletje. En hij dacht dat dat de beste manier was om het te ontraden. En? Nou ja, ik gaf hem in een heleboel opzichten gelijk. En ik luister ook goed naar hem, maar ook naar vele anderen. Maar ja, ik heb op een gegeven moment, ik heb dat gisteren ook uitgelegd in mijn speech. Was ik in Tuindorp Oostzaan, over het IJ. Het was in oktober, het was mooi weer, 's avonds met de pont erover. In een zaaltje met 20 mensen. De meeste boven de 50, het beeld van de PvdA. Maar die hadden allemaal zelf zo'n kritiek op die partij. En een gezonde kijk op wat er moest veranderen. Dat ik dacht, nou, vooral de oudere leden willen dat het verandert. Die hebben radicale opvattingen erover. Dat gaf mij de doorslag. Je vond wel dat de partij je op hun blote knieën moest danken dat je het deed. Nee, dat heb ik nooit zo gezegd. Dat wordt ervan gemaakt. Ik vond wel toen men ontzettend ging zeuren over dat duo-schap. Toen hebben we wel eens een keer met z'n tweeën provocerend teruggezegd... jullie mogen blij zijn. Het was ook af en toe niet erg aardig tegen Ruud Vreeman... die bijna moest bedelen of hij ervoor betaald kon worden... terwijl die man voorzitter is van een van de meest succesvolle vakbonden... de vervoersbond, een groeiende bond. En die moest een beetje smeken en ik samen met hem... of ze ons dan een salarisje wilden geven. En daar waren we af en toe wel een beetje brutaal terug. Nou, ze lagen niet op hun knieën, maar je bent wel met heel erg veel stemmen gekozen. Dus in die zin zijn ze toch allemaal heel erg blij dat je het doet. Nou heb je gezegd, binnen een jaar wil ik verandering. Waardoor heel veel mensen zich weer gaan thuisvoelen in de partijen. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want een jaar is kort. Nou, het is al begonnen. We hebben natuurlijk inderdaad, godzijdank, heel veel steun gehad, 90%. Maandag beginnen we al. En dat wordt een hoog tempo. Ja, maar wat... Jagen. Ja, dat wordt een heel hoog tempo en jagen. Maar wat ga je nou doen? Nou, dat heb ik gisteren ook gezegd. Wat mij nou zo is opgevallen bij al die gesprekken... met mensen in de Partij van de Arbeid en daarbuiten... is dat ze vaak helemaal niet meer weten wat de Partij van de Arbeid doet. Dus jullie regeren, jullie doen daar niks. Wat doet die kok? Nou, die doet waanzinnig veel. En nou, na een maand of 3 ben ik dus het kabinet... tot en met mensen als... Nou, Buckman verdedig ik niet, hoor. Dat vind ik niet nodig. Maar ik ben de PvdA-ministers echt gaan verdedigen. Toen ik ook steeds meer verstand kreeg van wat ze aan het doen waren... vond ik het zeer de moeite waard. En er is in Nederland echt een, naar mijn mening ten onrechte... een beeld ontstaan, met name door de WAO-crisis... dat de PvdA daar alleen maar voor de macht zit. Dat is allerminst het geval. Ja, maar je zegt nu mensen gaan verdedigen. Ze doen een heleboel. Maar je hebt ook ontzettend veel kritiek op ze. Ja. Want ze deugden niet, hè? Ze deugden geen van alle. Kok, die deugde ook niet, zei je. Die speelt op safe.
Ik citeer je uit alle mogelijke interviews. Dales en D'Ancona die hebben het niet. Wultgrens heeft te weinig uitstraling. Een groot deel van de Kamerleden moet vervangen worden. En volgens mij had je Frits Castricum met die voorzittershamer het liefst gewoon meteen al een klapskom gegeven. Nou, er wordt slecht gelezen. Er wordt heel goed gelezen. Ik was er niet aan begonnen als ik geen vertrouwen had in Wim Kok. Die vind ik dus erg goed. Ik heb wel kritiek op hem, maar dat is allemaal niet zo moeilijk. Hij lacht te weinig, zei je. Het is natuurlijk soms een erg serieuze man. Binnen kamers kan hij akelig, aangenaam, lastig en vrolijk zijn. Hij moet gewoon iets van die gein meer laten zien. Niet altijd even serieus nemen. En lach jij wel? Het is voor mij absoluut noodzakelijk om de boel af en toe volledig in de maling te nemen, ja. Maar kijk, van al die kritiek die je hebt, begin je nu al langzaam maar zeker dingen terug te nemen. Hè? Kok die deugt ook wel weer een beetje. Nee, moet u maar de komende maanden gaan opletten. En de bewindslieden, daar heb je ook wel weer een beetje waardering voor. En Van Mierlo had je ontzettend veel kritiek op. En nu wordt het toch wel of niet, gisteren in de krant niet, geloof ik. En vandaag weer wel, met D66 samengewerkt. En op teletext vandaag weer niet. Nee, kijk, nu... Denk ik, in wat voor wespennest begeef je en wat wil je nou zelf? Nu ga ik even antwoord geven. Heel goed. Op deze bij elkaar geraapte mozaïek van uitspraken. Ik heb van begin af aan gezegd wat ik van de Partij van de Arbeid vond. Gesloten organisatie. Niet altijd op de hoogte van wat de problemen zijn. Het ergste is, geldt trouwens voor meer politieke partijen in Nederland, kiezers die zeggen, jullie kennen onze problemen niet. Ja. Ik heb frank en vrij gezegd wat ik vond van hoe mensen functioneerden. Dat wordt nu met de loep, met woorden weg, bij elkaar gelegd. Mm-hmm. Maar ik was er niet aan begonnen als ik geen vertrouwen had aan de mensen die daar zitten. Ja, maar ken jij de problemen van de mensen? Nou, kijk, in het land? Essentieel voor een politicus is, of je nou in zijn vrije tijd doet of betaalt, dat je niet alleen in de partij praat over de problemen, maar systematisch week in week uit mensen opzoekt, beroepsgroepen opzoekt. Niet alleen je vrienden, om te horen wat de kwesties zijn. Maar je weet toch wat er leeft in het land? Ik weet toch ook wat er leeft in het land? Nee, dat is echt een akelig misverstand. Want iedereen heeft maar een beperkte hoeveelheid tijd. Oriënteert zich vaak op kennissen of op groepen. Je hoort van alles. Ik weet best dat de mensen bezighouden. Nee, maar bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid heeft jarenlang, naar mijn mening, één groot probleem verwaarloosd. Wat heel veel burgers zagen. We hebben een hoog niveau van uitkeringen. En terecht willen we ook in stand houden. Maar er was ook misbruik. Veel van onze kiezers zagen dat. Werden daarmee geconfronteerd. En die hadden niet de indruk dat de Partij van de Arbeid zich daar zorgen over maakte. Over dat misbruik. En ik maak het even af. Ik heb al lang zitten afvragen hoe dat komt. Nou, dat we tamelijk eenzijdig georiënteerd zijn. En dat geldt voor andere partijen. En ik wil dus dat die partij totaal anders gaat werken. Ik heb gezegd, de vergaderzalen uit. Problemen van winkeliers zijn onze problemen. Dat doe je niet door één keer per jaar eens met die mensen te praten. Iedere maand met hun organisaties, met de winkeliers zelf, politie, noem maar op. Dat gebeurt niet. Nee, maar je komt iedere dag in een winkel. Ja, en dan praat je zeker met die mensen over hun omzet. Daar is geen tijd voor. Nee, maar je weet wat er leeft. Ik weet ook wat er leeft. Dat lees je in de krant iedere dag. En dat hoor je, dat zindert. Hoe komt het dan dat er zo weinig mensen nog stemmen? Omdat de mensen de pest hebben aan de politiek. Dat hoef ik je niet te vertellen. Omdat ze van alles beloofd wordt en er wordt niks gedaan. Dat gevoel hebben de mensen. Mensen hebben de indruk, en dat wordt ook vaak bevestigd, dat de politiek er niet meer in slaagt hun problemen op te lossen. Of nou discriminatie is. Dus al 15 jaar wordt er in Nederland gesproken dat de overheid de werkloosheid zal oplossen. Nou, ik denk dat de politiek veel reëler moet worden. Ook vaker gewoon moet zeggen, het kan niet. Ook veel meer aan de mensen zelf moet overlaten. Het is ongelooflijk paternalistisch, nog steeds. Dat is eindelijk aan het veranderen. Dat is niet vaak door de politiek gebeurd. Dat kwam van onderop. Sociale diensten zijn nu eindelijk aan het veranderen. Dat waren vreselijke organisaties. Maar kan je je voorstellen dat mensen niet meer in de politiek geloven? Dat ze geen zin meer hebben om te stemmen en dat ze geen lid meer zijn van een partij? Dus voor mij een reden geweest om een aantal jaren met mijn wat vrijblijvende werk op te houden. Als je in de kunstsector werkt, dat is in zekere zin vrijblijvend. Net als uw vak ook. Journalistiek, je kan het heel mooi zeggen. Dat doet u nu ook vanavond. Maar als je midden in de modder staat, zoals Kok of anderen, en het moet verdedigen, dat is veel lastiger. En je hebt natuurlijk wel last van een slecht functionerende politiek. Als de uitkeringen omlaag gaan, als er minder geld is voor media of voor kunst of voor ziekenhuizen. En dat is de reden dat ik me ermee ga bemoeien. En ik vind ook heel erg dat mijn generatie afwezig is.
En dat dus mensen van 50 op tal van plekken zitten. En die vaak geïsoleerd met een slechte kennis van zaken het voor het zeggen hebben. Ja, nou heb je in 1984 geloof ik al was het heb je gezegd. Politiek heeft mij mijn grootste liefde gekost. Ik wil dat niet nog een keer. Ben je daar niet bang voor? Met deze enorme klus? Ja. Nou, ik heb veel geleerd. Ietsje ouder. Ik heb bijvoorbeeld besloten dat ik niet keihard ga werken. Hetzelfde geldt voor Ruud Vreeman. 50 uur per week. Dat is 10 uur meer dan een normale 40-uurige werkweek. Maar in de politiek is het soms 70, 80. Daar word je stapelkrankzinnig van. En wat we ook gaan invoeren is dat vergaderingen veel korter gaan duren. Ik word al erg onrustig na 1,5 uur. Ja, dat is bij de Partij van de Arbeid. En je hebt ook nog 2 kindertjes om er zijn op twee te kinderen, daar moet, ook voor gezorgd worden. Ja. Als je nou een vrouw was geweest, dan zou iedereen je gevraagd hebben... Hoe ga je dat combineren met je baan? Nou. Dat lukt wel. Weet u hoe ik dat doe? Ja. Het is, ik krijg geen auto. Taxichauffeurs omkopen, hele aardig. Dat ze door het rode licht rijden. Dat mag nu natuurlijk niet meer. Nee, mag niet meer. Of af en toe je schoenen niet poetsen en met de filtstip de witte vlekken wegmasseren. Het is ontzettend improviseren. Maar wat vooral mijn voornemen is, me niet op te laten jagen. Want er zijn veel goede politici die daar kapot aan gaan. Aan dat circus, aan die wedloop. Ja. En het dus relativeren. Ik ben gisteravond gewoon naar huis gegaan. Je hebt muziek gedraaid en dan zit je in Amsterdam in je huis... en dan valt het allemaal reusachtig mee. En de relativering en de ironie, dat is iets waar ik heel hoge prijs op stel. Ja, ik wens je heel erg veel succes. En ook Ruud Vreeman, bedankt voor dit gesprek. Ja, zou ik die das toch voor meenemen? Ik zou het doen, ja, ik zou het doen. Er is een nieuwe speelfilm, Cape Fear. En Robert De Niro, jij kent hem niet, maar hij is het wel, speelt de hoofdrol. Een werkelijk weerzinwekkende boef die na 14 jaar uit de gevangenis komt... en wraak gaat nemen op zijn advocaat die hem destijds niet goed verdedigd heeft. Hij gaat het gezin van die advocaat werkelijk terroriseren. En wij vroegen ons af... komt dat hier ook voor, dat advocaten bedreigd worden? We zijn dus rond gaan bellen en dat komt veel meer voor dan je denkt. Zelfs zo vaak dat er maar heel weinig advocaten bereid waren... om erover te praten, omdat ze het eng vonden. Er zijn er hier 3, de advocaten. Tilburg, Tomlo en mevrouw Bos-Veterman. Meneer van Tilburg, u bent bedreigd ook, hè? Ja, in directe zin kun je wel zeggen, ja. In uw kantoor? Ja. Hoe? Met een mes. Hoe kwam dat? Ja, ik kan niet zeggen dat het nou zo'n verschrikkelijke boef was, mijn cliënt. Het was een cliënt met een gering zaak, een paar 100 gulden. Vond hij dat hij van iemand anders moest krijgen. Maar zijn zaak was eigenlijk juridisch kansloos. Een kwestie van bewijstechniek. En toen ik hem dat vertelde... met hem duidelijk werd dat ook ik niet met die zaak naar een rechter wilde gaan. Toen stond hij op en zei hij, nou, dan doe ik dat wel op een andere manier. En voordat ik het in de gaten had, haalde hij zo'n groot mes uit zijn binnenzak. Dat hebt u gedaan? Ja, verschrokken eerst. En toen? Want hij kwam op mij af, tegelijkertijd begon te roepen. En ik heb geprobeerd hem af te weren. Ik zat nog in mijn stoel. Dus ik heb hem geprobeerd vast te houden en ik had gelukkig zijn polsen beet. Maar toen viel hem nog omhoog, dat wil zeggen, ik viel om. Dus daar lag ik in mijn stoel op de grond. En hoe is hij op kantoor uitgegaan? Nou, ik ben heel hard gaan roepen. Je gaat ineens heel hard roepen. Help, help. Het is net alsof je door buiten jezelf zit. Je hoort een heel raar geluid en dat roept heel hard help. En kennelijk door de bons van mijn stoel is een kantoorgenoot... komen kijken en die zag die man over mij gebogen. Die kwam erop af. Die kreeg me bijna het mes in zijn buik, want de man draaide zich om, stak het mes voor zich uit. En toen hebben we een soort leeuwentemmers met stoelen naar buiten gewerkt. Echt een gruwelijke ervaring moet het geweest. Dan kan je dat zien aankomen, meneer Tomlo? Zulke soort bedreigingen, zulke soort gevallen? Nee, dat kan je niet zien aankomen.
Misschien een bepaalde categorie wel, waarvan je weet dat die gestoord is. Ja. Maar steeds meer blijkt dat mensen die zich bezighouden met hulpverlening, of dat advocaten zijn of huisartsen. Ja, huisartsen laatst, hoor je ook tegenwoordig. Dat is ongelooflijk. Ik heb begrepen, het onderzoek wat hier gedaan is, dat er veel meer advocaten zijn dan ik dacht dat die bedreigd worden. Dat heeft dus te maken, want advocaten zijn in het algemeen slimme mensen. Dat heeft dus te maken dat het niet zichtbaar is wat de motieven van iemand zijn wanneer hij bij een advocaat komt. En ik denk, ik hoor mijn confrère ook zeggen, dat er een probleem is dat de rechtszoekende niet begrijpt wat de positie van de advocaat is. Ik denk dat de advocaat de positie heeft dat een probleem wat iemand heeft, dat hij dat zo goed mogelijk behandelt als hij dat vindt dat hij die zaak moet behandelen. Ja. Hij is dus niet schuldig aan het probleem wat die ander heeft, maar hij probeert het zo goed mogelijk af te wikkelen. En dikwijls blijkt dat mensen de advocaat identificeren wanneer hij de boodschap doet. Dus jij bent de schuld aan mijn probleem. Ja, hebt u zelf ook meegemaakt? Ik heb het ook een paar keer meegemaakt. In ernstige zin? In zeer ernstige zin. Daar is ook mijn gezin bij betrokken. En dat heeft ook voor de rechter geweest. Omdat ik het onaanvaardbaar vond dat wij, die toch een bijdrage leveren aan de Nederlandse democratie, zo zie ik dat toch in ons vak, dat die op deze wijze aangepakt worden. Ja, en de rechter heeft dat ook hoog opgepakt. Hebt u maatregelen genomen? Ik heb met betrekking tot bedreigen één maatregel genomen. En dat is dat ik mij voorgenomen heb dat iedereen mij mag bedreigen, maar dat ik me op geen enkel moment daar druk over zal maken, omdat dat de enige manier is om 's avonds rustig te slapen. Ja. Zou u zo'n zaak aannemen als u zou weten dat die kans erin zat dat iemand lastig zou gaan worden, bedreigend zou gaan doen? Ook bedreigen kan me niet zoveel schelen als er maar wat in de zaak zit. Hoe bedoelt u dat? Als die zaak verder oké is en er kan er wel wat voor doen, dan reken ik wel af met degene die mij bedreigt. Nooit bang? Nee, ik ben helaas als een soort pitbull stuurt de politie mij mensen door die waar tegenover zeer bedreigend wordt opgetreden, omdat ik niet bang ben. Dus. Maar hebt u het wel eens meegemaakt dan? Ik heb wel eens het een en ander meegemaakt. Als het verhaal leuk is. Er zat op een keer iemand in mijn kantoor. Ik wist het niet. Ik zat aan de overkant op de rechtbank te kakelen. Mijn kantoor zit daar tegenover. Mijn secretaresse komt half huilend direct. Maar je moet niet naar kantoor. Dan moet je tegen mij zeggen dat ik niet naar mijn eigen kantoor moet. Dus ik ging direct naar kantoor. En iemand die vroeger bij mij op kantoor zat, bij de rechterlijke macht is gekomen, dacht, er valt wat in mijn leven. Ik ga erachteraan. En ja hoor, op de kamer van een van de kantoorgenoten zat een querulant, poten op het bureau. Dus ik krijste direct poten van mijn bureau af, twee dienders erbij. En hij had nog wat te mekkeren. Toen werd ik zo giftig dat ik zei, Piet, poten van mijn bureau, bek dicht, dan spring ik bovenop je en dan ben jij een haardkleedje. Hield het? De politie zei, u hoort het, meneer. En toen hij brak in tranen uit, riep de hulp van de politie in tegen mij. En toen zei ik, je wou praten? Je zult praten. Dus ik heb hem in zijn nekvel gepakt, in mijn eigen kamer gezet. Ja, het stelde natuurlijk niets voor. En ik ben zelf buitengewoon agressief. En als je zelf een muur... Als je een muur van agressiviteit... Kijk, het is de ene emotie of de andere. Het is of angst of een andere emotie. Ja. Ik ben agressief, dat werpt een muur op waartegen andere agressiviteit waarschijnlijk afdruipt. Ja, is het nou zo, want ik weet dus uiteraard van u drieën, want daarom zit u hier, dat u dit soort dingen hebt meegemaakt, dus, en die bedreiging. Staat het nou heel erg op zichzelf? U werkt op een kantoor met meer advocaten, of komt het vaker voor? Ja, er zijn natuurlijk meer wat gestoorde mensen, querulant, ik weet niet hoe ze moet noemen. Dus we zijn er wel vertrouwd mee. Het enige is dat ik ze wel eens moeite heb om me van mijn kantoor te krijgen als schreeuwen niet meer helpt. Want ik mag ze niet slaan. Dus dan roep ik de politie om dat met een zoet lijntje. Anders zou ik ze eruit rammen. Maar ja, het is te proberen natuurlijk. Hè? Nee, ja. Dat durf ik niet aan, want dan krijg ik zelf moeilijkheden. Ja, ja, ja. Maar hoe speelt angst een rol? Als je, want je kan van iedereen op je kantoor binnenkrijgen. Word je er bang van? Ik denk dat er een groter risico is op het moment dat ik met de auto van Utrecht hier naartoe rijd, dan het probleem wat we nu bespreken. Maar het is een reëel probleem. Laatst is er ook een advocaat vermoord op zijn kantoor. Het is een feit, dat moet je niet veronachtzamen.
Ik denk wat kan bijdragen ter voorkoming van intimidatie, dat je volstrekt eerlijk naar je klanten bent en niet allerlei verwachtingen gaat wekken, waardoor die klant in de ene fase denkt van zo sta ik ervoor, en in een latere fase geconfronteerd wordt met een tegenvaller, waarbij je dan de vraag kan stellen of de advocaat er niet schuld aan is. En dan komen we op het punt, wat is de positie van de advocaat? En een advocaat is naar mijn mening iemand die is heer in het geschil. Wij zeggen dat duur dominus litis, de heer van het geschil. Dat wil zeggen, de advocaat is partijdig naar zijn cliënt toe. Hij komt het beste op voor de belangen van zijn cliënt en uitsluitend voor de belangen van zijn cliënt. Maar hij is onafhankelijk. En dat moet je onderstrepen als advocaat. Dat houdt in, je gaat niet om die man te, of vrouw te plezieren onzin vertellen. Je zegt onafhankelijk, dit is een verloren zaak. Maar, of dat, is dat niet. Maar dan zou je dus kunnen gebeuren wat u gebeurd is. Bent u na dat incident, dat onfortuinlijke incident, bent u selectiever geworden in wat u wel en niet doet? Ja, dat kan ik wel zeggen. Als ik een zaak binnenkrijg waar agressie een rol kan spelen, dan doet u dan, niet. Dan houd ik hem af. Ja. Zou er een grens voor u zijn dat u zegt, ja luister, dan hou ik er helemaal mee op? Nee. Ja, dat weet ik niet, maar die grenzen heb ik in ieder geval tot op heden geheel niet bereikt. Nee. Ja. Nou, wij kwamen hierop omdat dus die film er is, Cape Fear. Wat werkelijk, als je het nou hebt over grenzen, dan lijkt mij dat de grens, het is gruwelijk van spannendheid. En die De Niro, die speelt het ook onnaanvolgbaar. Dus in die zin is het de moeite waard om ernaar te gaan kijken. Je moet alleen wel zorgen dat je s'avonds dan niet alleen thuis bent, hoor. En misschien moet u niet gaan. Het is echt zo verschrikkelijk eng. Die raken door gewaarschuwd, hè? Ja, dat is wel waar. Dank u wel voor dit gesprek. Jan Douwe-Kroeske, die maakt popprogramma's voor de VARA, voor de VARA Radio, 2 meter de lucht in. Misschien hebt u er wel eens naar geluisterd. En die zei tegen ons, ik heb zo'n prachtige zangeres gehoord. En toen ik er hoorde, sprongen de tranen me in de ogen en ik kreeg er kippenvel van. Nou, op grond daarvan hebben wij haar hier uitgenodigd. Ze heet Tori Amos. Ze komt uit Amerika. Was, zoals dat heet, een wonderkind. Maakte al liedjes toen ze 4 was en speelde er piano bij. Dat doet ze vanavond hier ook. Ze zingt een liedje dat ze zelf geschreven heeft, begeleidt zichzelf op de vleugel. Ze zingt Leather, Tori Amos. Look, I'm standing naked before you. Don't you want more than my sex? I can scream as loud as your last one, but I can't claim innocence. Oh, God, could it be the weather? Oh, God, why am I here if I love isn't forever, and it's not the weather. Hand me my leather. I could just pretend that you love me. The night would lose all sense of fear. But why do I need you to love me when you can't hold what I hold dear? Oh, God, could it be the weather? Oh, God, why am I here if love isn't forever and it's not the weather? Hand me my leather. Big fine sugar. Innocent, he said, you will learn here. So if you jump
best jumper. Oh, God, could it be the weather? Oh, God, why am I here if love isn't forever and it's not the weather? I'm now. The weather, oh God, it's so very clear if love isn't forever and it's not the weather. Hand me my lover. Ya da 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 da. Op het Binnenhof, de plek die u kent, waar iedere dag Den Haag vandaag komt, bruiste 600 jaar geleden het leven aan het Hollandse Hof. Dat waren nog eens tijden in de Haagse kringen toen. Er werd grootse staat gevoerd. En dat weten we omdat de rekeningen uit die tijd bewaard zijn gebleven. Het staat in dit boek het woord van eer van professor dokter Frits van Oostrom. En die is hier. Ja, er werd echt grootse staat gevoerd. Hè? Hoe zeker. Buitenissig was het aan dat hof? Daar zat op dat moment hertog Albrecht. Klopt. Hoe buitenissig was het daar? Nou ja, in allerlei opzichten. Hij had een privé dierentuin bijvoorbeeld. Kom daar eens om in deze tijd. Hè? Op het Binnenhof ook? Ja, zeker. Ja. En dus niet een dierentuin voor het gewone publiek, maar alleen voor zijn eigen vermaak. Hè, waren er leeuwen. Apen. Er was een luipaard waar hij erg trots op was. Ging hij speciaal laten zien aan de nonnen in Rijnsburg. Nam hij dan dat luipaard mee of haalde hij die nonnen daar? Nee. Hij ging er dan heen en dan maakten ze meteen ook een dansje. Want het klooster was wel wat aan de frivole kant. Mm-hmm. En dus had hij voor zijn eigen vermaak die dieren. Ze gaven het ook, er waren meer aristocraten in die tijd die dat deden. Gaven het elkaar ten geschenke ook. Hij krijgt een keer een dromedaris cadeau. Leuk hebben dingetje, zo'n beest. Ja. Kijk, en wij zijn natuurlijk, god ja, een dromedaris. Niemand van ons heeft dat in zijn tuin staan, maar je hebt er toch meteen een voorstelling bij. Maar je moet je natuurlijk inleven in een samenleving waar de kans dat je ooit van je leven, althans als je woonde in Den Haag, een dromedaris te zien kreeg, erg klein was. Hij hield al dat beestenspul gewoon op het Binnenhof? Ja, er waren dan oppassers voor en er werden schapen geslacht om die leeuwen te voeren. En een hele menagerie. Ja, er werd ook heel veel feest gevierd en buitengewoon veel gegeten. Gegeten, ja. De meeste dieren waren om op te eten natuurlijk. De graaf heeft ook voor zijn privéconsumptie en zijn hofhouding heeft hij een eigen vissersvlootje. Wat toch wel ook iets aangeeft van de omvang van de vertering. En grootse banketten. Ja, als er de gravin van Gelre op bezoek komt, dan worden er wildbraad, geroosterde zwanen, hammen, alle mogelijke vissen. Dan komt er nog uit Kampen een bode met een steur aanzetten, cadeautje van de stad Kampen. De man moet zich rot gereden hebben om die steur vers te houden, van Kampen tot Den Haag natuurlijk. Ja, zo'n soort leven. En dat waren dan, hoe moet ik me dat voorstellen, dat waren grote banketten die daar in Den Haag gehouden werd. En ja. Ik stel me dat voor zoals dat nu toegaat als de koningin een groot diner geeft, deftige, bent u wel eens bij geweest? Ja, ik nooit. Nee, ik nooit. Nee, maar ik heb het wel eens op de televisie gezien. Ja. Kwaliteit van het eten denk ik dat het er niet voor onderdeed. Ja. Moet je bovendien ook bedenken dat dit natuurlijk een vorst is die te midden leeft van onderdanen die al heel blij mochten zijn als ze een beetje dunne soep en een stukje brood hadden. Hè? Het is niet allemaal zo leuk natuurlijk in de middeleeuwen. Nee. Maar goed, hij had het goed voor elkaar. Ik denk dat qua tafelmanieren de koningin zou schrikken als haar voorganger zou binnentreden. Hè? Dat weten we dan uit middeleeuwse etikettenboeken. Er wordt gezegd, je moet hoofs eten, zoals aan het hof. En dat werpt dus wel een licht op hoe het aan het hof ging. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, als je zit te eten en je moet spugen, bijvoorbeeld
Konijnenbootje, boutje zit even dwars. Kan je maar beter uitspugen. Spuug dan niet over de tafel. He, dat is zo onwellevend. Dat is niet hoofs. Dan heeft je tafelende gast daar wellicht last van. Nee, spuug dan achterom. Daar staat natuurlijk personeel, maar ja, dat is het risico van het vak. Hè? Ja, die vinger dat dan lekker op je. Was het nou echt zo, zoals ik net zei, dat het binnenhof er zo uitzag, min of meer, als nu? Dus ik stel me voor die ridderzaal, maar ook die hofvijver. En... Ja, dus de ridderzaal, waar de koningin de troonrede voorleest. Daar zat de graaf te tafelen en dan traden er ook dichters op en zangers. Dus dat leek erg op de huidige situatie. Die hofvijver is er ook. Mooie verhaal van een vriendin van de hertog, want hij rommelde ook wel wat rond. Die een keer al spelend een diamant was kwijtgeraakt in de hofvijver. En toen gaf de vorst opdracht om de hele hofvijver droog te leggen. En natuurlijk een geweldige onderneming. Hè. Stel je even die hofvijver voor. Ja. En ze hebben hem gevonden, ja. Dat waren natuurlijk weten. Zo'n man zit in de positie dat hij zijn personeel gewoon opdraagt om door te zoeken. Natuurlijk. Zeg maar, die hofvijver werd dus leeggemaakt om de ring van zijn vriendin te vinden. Ja. Dat moet zijn vrouw niet ontgaan zijn. Dat kon allemaal in die tijd. En denkt u dat ze dat heel erg vond? Ja. Nou, het lijkt mij niet prettig. Nou, dat had ik ook van u wel verwacht. Nee. Misschien zou die bij u ook nooit gedaan hebben. Maar... ik ben niet zo erg streng, hoor. Nee, zag u mij meer in de positie van de vriendin die de ring ontving? Ach, ik zie u in veel posities. U had het daar vergebracht. Nee, kijk, we zitten daar natuurlijk in een wereld waar de huwelijken gearrangeerd worden. Hè? Daar begint het al mee. Wij hebben toch de neiging om te trouwen met iemand van wie we houden. Laat ik het heel zuinig formuleren. Hè? Dat is een band tussen huwelijk en liefde. Dat is daar niet. Het is elite. Die huwelijken worden niet gesloten door die mensen omdat ze zo zielsveel van elkaar houden als personen. Maar die worden bedisseld door hun ouders. Vandaar ook dat je soms hele gekke stelletjes voor het altaar hebt gekregen. He, een van de zoons van graaf Albrecht trouwt, dan is hij zelf 22... met een dochter van de hertog van Bourgondië. Dat is een fantastisch huwelijk, diplomatiek, politiek gezien. Een grote stunt van Holland. Die dochter van de hertog van Bourgondië is 10. 10 jaar oud. Die is net hersteld van de waterpokken, weten we. Godzijdank. En dat kind, ja precies, dat gaat dan naar het altaar. En dan is er een aandoenlijk verzoek van de moeder van de bruid... Of na de huwelijksnacht of bij de huwelijksnacht ook een dienaar van Bourgondië in de buurt van het meisje mag blijven. Om haar bijstand te geven afterdien dat ze beslapen wordt. Hè? Dus nadat ze beslapen wordt. Want ze is erg teer en vreemde luiden kennen hoor manieren niet zo goed, schrijven ze dan. Je moet dat toch in een heel andere verhouding zien. Ik praat het niet goed, hè? Dat is duidelijk. Maar die band tussen huwelijk en liefde en dus ook wel... Ja, eerlijk gezegd, liefde buiten het huwelijk. Dat ligt gewoon heel anders dan nu. Er waren aan dat hof er werd veel gezongen, er werd veel opgetreden. Er waren mensen die liedjes zongen. Er werd geschreven, er waren schrijvers en dichters in dienst. Zeker. Dat vierde echt hoogtij, hè? Die culturele belevenissen aan het hof. Ja, althans in deze periode. Dat is dus ook wel eens anders geweest. En vandaar dat ik me in het boek ook gericht heb op juist die periode. Ja, maar wat ik eruit begrijp is dat de vrouwen die daar aan het hof waren... heel hoog in aanzien stonden. Dat was niet niks, die dames. Nee, zeker als je naar die hoofse poëzie kijkt. Ja. Dan worden ze geweldig vereerd... aanbeden zelfs, dan krijg je echt van die lyriek... waarin de man zich plaatst in de positie van de smachtende worm... die maar een beetje rondkronkelt in het zand... of in de natte, moerassige, drassige grond. Hopend op een goedgunstig glimlachje... of een vriendelijk woordje van zijn aanbedenen. Ja, dat is de literatuur natuurlijk. Hè? Ja. En je zit er natuurlijk wel over te speculeren... hoe zou dat nu in de werkelijkheid zijn gegaan. Niet zo ongelijk verdeeld, denk ik. Maar het is toch wel tekenend dat soort kunst... daar dan kennelijk kan leven. Ja, er waren speciale voordrachtskunstenaars. Eentje heette zelfs vrouwentroost. Ja, je hebt het goed gelezen. Ja, ik heb het wil geen scriptie bij me maken. Maar... Nou, ik vond het enig om te lezen. Oh, fijn. Ja. Nee, vrouwentroost inderdaad. Ja, dus een zanger, dat is een artiestennaam... die ongetwijfeld op zijn repertoire... dat hebben we dan helaas niet, of niet met zekerheid... Liederen had staan die vooral de dames in het gezelschap troost gaven. Dat ze even vergaten... dat ze maar met een eenvoudige Willem of Dirk getrouwd waren. En dan stond daar zo'n... Ja, ik moet altijd aan Julio Iglesias denken. Ja, ja, zo'n soort type. Ja. En dat ging er dan wel in, ja. Achter op uw boek staat dat het inmiddels ook vertaald is, hè? En in Amerika
uitkomt of al uitgekomen is. Nee, uitkomt. Uitkomt. Wat ik nou dacht, en dus overigens de derde druk al dit boek, waarom zouden ze zich nou in Amerika interesseren voor de middeleeuwen in een kippenlandje hier aan het Hollandse Hof rond 1400? Ja. Ja, dat zie je niet voor je dat ze in Manhattan denken, ha. Nee, nee. God, daar heb je de nieuwe Van Oostrom over de middeleeuwen in Nederland. Ik ken mijn grenzen. Maar ik bedoel het onder. Nee, natuurlijk. Dus ik zal natuurlijk niet zo dom zijn om te zeggen, ik ga nu Amerika veroveren. Tuurlijk niet. Maar misschien toch ook weer een beetje Nederlands om nou te denken, het zal wel weer niks wezen en ze zullen het wel niet interessant vinden, onze cultuur. Tegenvoorbeeld, ook uit Amerika, Barbara Tuchman, heel succesvol historica. Heeft eens een keer een verhaal geschreven dat ze zegt, ja, als je de geschiedenis bestudeert, dan zijn er ontzettend veel voorbeelden waar je de schrik om het hart slaat. Wat mensen elkaar aandoen, gruwelijk. Je hebt helemaal geen vertrouwen meer in de mensheid als je als historicus rondkijkt. Maar, zegt ze dan, je kunt toch ook als historicus soms voorbeelden vinden, misschien wat minder, maar ze zijn er wel, waar de mensheid zich van zijn beste kant laat zien. En dan heeft ze 3 voorbeelden. Het derde voorbeeld is de Stichting van Amerika. Ja, chauvinistisch voorbeeld natuurlijk. Maar je kunt niet ontkennen dat dat wel een grote prestatie is. Een betrekkelijk jong land, zo snel al tot zo'n grote macht geraakt. Dat zegt wel iets over de energie van die mensen natuurlijk wel. Tweede voorbeeld, dat is mij zelfs nog wat sympathieker. Uit een heel andere sfeer zegt ze middeleeuwse kathedralen. En dat is inderdaad ongelooflijk. Als je voor zo'n kathedraal staat en je realiseert je even met toch hoe beperkte technische middelen, die fantastische bouwwerken zijn neergezet, die daar nu nog eeuwen staan en ook blijven staan. Een ongelooflijk vakmanschap. En dan ook nog eens 5000 beelden tegen een kathedraal. Ongelooflijk. Dat geeft je inderdaad een zeker vertrouwen in de mensheid. Maar nu haar voorbeeld nummer 1. De strijd van de Nederlanders tegen het water. Ja, ik verwachtte al dat men hier niet spontaan in het Wilhelmus zou losbarsten. Want wij vinden dat heel gek. Hè? God, Nederland, moeten we daar nou zo'n drukte over maken? Nou, zij vindt dus van wel. Dan krijg je een ontroerend verhaal over de dappere strijd van dit kleine volkje, gedeeltelijk onder de zeespiegel levend, dat erin geslaagd is om daar een samenleving tot stand te brengen die welvarend is, beschaafd is, humaan is. En zij schrijft dan, als je over de Afsluitdijk rijdt, ze is hier kennelijk geweest, Afsluitdijk, zoals ze wel gezegd hebben, ze overheen rijdt en je ziet links de wilde kolkende zee en rechts het gecultiveerde land, dan ga je waarachtig weer vertrouwen stellen in de mensheid. Nou, dat is ons Nederland. Ja, ja. Mooi, nou, America. Here we come. Here we come. Ja, hartelijk dank voor dit. Wat ze in ieder geval zeker onthouden hebben, Amerikanen, wat je er altijd hoort, is dat jongetje met die vinger in die dijk, hè? Ja, dat weten ze nog. Brigitte is 30 jaar. En er huizen in haar minstens 5 andere persoonlijkheden. En al die persoonlijkheden, die leiden hun eigen leven. Dat is een verschijnsel dat vaker voorkomt bij mensen die, toen ze heel jong waren, iets heel gruwelijks hebben meegemaakt. Die bedenken, ontwikkelen die persoonlijkheden in zichzelf. En dan kunnen ze als het ware die ellende verdelen over die verschillende mensen. Brigitte is als heel jong meisje door haar vader misbruikt. Verkracht door een groep mannen. En door haar moeder mishandeld. Over haar en ook met haar is een documentaire gemaakt en die draait nu in 2 bioscopen. 1 in Amsterdam en 1 in Utrecht. En die documentaire die heet De Ontkenning. En Brigitte zit inmiddels bij mij aan tafel. Dag. Hoe moeten wij ons dat nou voorstellen? Zoveel verschillende mensen, 5 verschillende persoonlijkheden, vertegenwoordigd in 1 mens, in 1 hoofd en in 1 lijf. Nou, ik weet niet of het voor iemand die dit niet heeft, dat voor te stellen is. Maar voor mij voelt het niet 1 lijf en 1 hoofd. Dus het voelt voor mij echt, als het zijn er overigens 6... zes echt andere mensen met een ander karakter, andere gedachtes, andere kleding. En wie zijn die mensen? Kun je ze benoemen? Het eerste is gekomen de gekke. En dat is een meisje. En zij leert mij alle leuke dingen van het leven zien. Dus zij zegt aan de ene kant van, oké, je bent 329 keer verkracht. Dus dat betekent minstens 3000 keer niet. Nou, dat is heel handig. Een positief geluid is dat. Ja.
Dan is de dame, zij heeft geleerd hoe ik contact met mijn moeder moest maken, zodat ze me niet altijd zo sloeg en niet zo naar tegen me deed. Dan is er de stoere, en dat is de enige man. En hij heeft mij geleerd dat ik niet bang hoef te zijn. Dat ik terug kan slaan, dat ik een grote bek kan geven. Dan is er de stille, dat is een meisje. En zij heeft alle pijn, de fysieke pijn, op zich genomen. Zodat ik dat niet steeds hoefde te voelen. En dan is het meisje van het strand, die woont daar. En zij heeft alle kwetsingen op zich genomen. Dus zodat ik altijd heel erg blij en vrij opnieuw contact kon maken. Ja. En die mensen die je nu opnoemt, dat zijn niet zomaar stemmen in je hoofd of alleen voorstellingen. Ik heb de documentaire al gezien. Dat zijn echt mensen die rondlopen. Ja. In allemaal verschillende gedaantes. Ja. Zijn ze ook lichamelijk anders? Verschillen ze in die zin ook van elkaar? Ja, voor mij wel. En voor zichzelf ook. Jazeker, want het zijn echt andere mensen die ook andere dingen meegemaakt hebben in hun eigen geschiedenis. En het is wel mijn geschiedenis verdeeld over hun. Maar ze hebben allemaal wat anders gedaan. Ja, hoe ziet die stoere eruit bijvoorbeeld? Groot. Stevig. Een leren jek. Spijkerbroek. En onverschillig. En aan de buitenkant. Aan de buitenkant. En het meisje? Lief. Dun. Springerig. Heel schuchter. Heel verlegen. Kijkt mensen niet aan. De stoere die kijkt recht door mensen heen, maar zij kijkt mensen echt niet aan. Nee. En is het nu ook praktisch zo dat je voor die verschillende mensen kleren moet kopen? Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen smaak. Dus ik heb veel kleren. Ja. Ja, want de dame gaat echt niet in een leren jek en een spijkerbroek lopen. Nee. En die persoonlijkheden wisselen elkaar ook af in een dag bijvoorbeeld? Nou, het kan per minuut, maar het kan ook per week. Bedoel, het meisje is ook wel eens heel lang weg geweest. Ja. En dat wisselt naar gelang de situatie. Moet je je dan ook, als het heel snel gaat, moet je je ook steeds verkleden natuurlijk? Dan voel ik me hoogst ongelukkig, want kijk, ik ben de voorzitter. Ik regel het. Ik probeer ook zoveel mogelijk de baas te zijn. Maar ik moet wel rekening met ze houden. Dus ja, ik kan het ook niet altijd. Nee. Ik hou zoveel mogelijk rekening met ze. Ja, omdat ze ook van mij zijn en bij mij horen. Maar ja, het gaat niet. Ik kan me niet per minuut wisselen. Dat kan niet, want ja. Hebben ze ook andere overtuigingen? Absoluut, ja. Hoe uitzicht dat? Dat ik lid ben van 3 politieke partijen die nogal van elkaar verschillen. Ja. Ja. Zo verschillen die mensen van elkaar. Ja. Ja. En ook fysiek, ik zag je bijvoorbeeld in die film soms met een bril en soms niet. Ja, nou, sommigen zijn ook rechtshandig en sommigen zijn linkshandig. Kan je, de een schrijft rechtshandig en de ander schrijft linkshandig? Ja. Ja. En de een heeft ook echt een bril nodig en de ander niet? Ja. Ja. Hebben ze nou veel voor jou kunnen oplossen? Ja, zonder hun had ik het niet overleefd. Dat kan niet. Ik bedoel, dat is te veel voor één mens. Dus je moet het verdelen. Ze hebben heel veel pijn en angst voor mij op zich genomen. Alleen, het komt natuurlijk wel terug. Want ja, de geschiedenis die wij met z'n allen hebben, moeten we ook met z'n allen dragen. Dus ze hebben wel heel veel opgelost. En het kost me ook heel veel. Is het in die zin ook positief voor je dat jij er iets aan hebt wat zij allemaal kunnen? Het is en positief en het is ook heel lastig. Want het is natuurlijk heel fijn dat de stoere nergens bang voor is. Maar ik kom ook in vechtpartijen die ik niet wil. Dat wordt gelukkig wel minder. Als er één suïcidaal is, dan is dat heel moeilijk. Als er één depressief is, dan is dat heel lastig. De gekke die wil zich heel vaak snijden omdat ze niet meer weet of ze nou wel of niet leeft. Nou, dat doet pijn. Dus dat is ook heel, heel lastig. En ze hebben ook dingen die ik van hun kan lenen. Ik durf nog geen zuurpak melk terug te brengen. Dus
Dan zeg ik van, nou doe jij dat maar. Zeg je dat tegen die stoer? Ja. En die gaat dan? Ja, natuurlijk. Ja. Wat doe je voor je vak? Ik ben hulpverlener. Je bent hulpverlener. Ja. En zijn die anderen iets anders? Ja. Kan jij dat dan ook, wat zij kunnen? Nee. Nee, de stoer is heel technisch. Nou, sorry hoor, maar ik zou echt niet weten hoe ik een stekker ergens aan moet zetten. Maar zij wel? Hij wel. De dame kan heel goed koken, bijvoorbeeld. En kan ontzettend goed zorgen. Nou. En als veronderstelde wordt er een verliefd, wat dan? Het meisje is ontzettend verliefd. Ja, en dat is heel vervelend. En ook heel verdrietig. Want ik ben nu zover dat ik ze heel goed ken. En dat ik ook weet, maar dat kan helemaal niet. Maar ze is zo lief en ze is heel mooi. Ze is 18. Ze denkt van, nou, we zijn er. Het gebeurt niet meer. Dat heeft ze nu geleerd. Dat ze niet meer bang hoeft te zijn. En dan wordt ze hartstikke verliefd op iemand waarvan ik echt niet zie zitten. Dus dat is ook heel moeilijk. Want om dat haar te vertellen, dan krijg je het liefdesverdriet. En dat haar...